Ik ben Ruben Mersch, ik ben filosoof en bioloog en ik schrijf boeken. En ik ga hier vandaag in Anderlecht op een school proberen zo constructief mogelijk te debatteren met de leerlingen. In de hoop dat het niet verzandt in een soort stammentwist en dat er niet met scheldwoorden geslingerd gaat worden. De eerste stelling over klimaat is dat we onmiddellijk maatregelen moeten nemen om die klimaatopwarming te stoppen. Zelfs als we daardoor een stuk van onze welvaart moeten inleveren. Dus als je het daarmee eens bent dat we onmiddellijk maatregelen moeten nemen, zet je je hier. Als je denkt van nee, dan zet je je hier. Ik begrijp de angst die er soms is voor een debat. Maar misschien moet je dan beginnen met debatten die niet zeer emotioneel zijn, om dan langzaam op te bouwen naar gevoeligere thema's. Oké, dat is duidelijk. Jullie mogen terug gaan zitten. Ik heb gevraagd om op een lijn te zetten qua standpunt. Eigenlijk vooral voor mezelf, om een beetje in te schatten waar de groep zich bevond qua standpunt. Eventueel kun je dan je standpunt nog wat versterken om wat meer diversiteit te hebben. Dat is even een beetje afhankelijk van hoe pittig je het debat wil hebben. Wie wil beginnen met zijn standpunt te verdedigen? Dus het is moeilijk om de dag na één meteen te stoppen met je gewoontes. Mm-hmm. Dus ik vind dat je dat stap voor stap moet doen. Dus verminderen en dan uiteindelijk weer consumeren. Ik heb niet geprobeerd om nooit mensen eruit te pikken en te vast te pinnen op het standpunt dat ze ingenomen hebben bij het op die lijn staan. Waarom niet? Omdat ik denk dat het een heel slecht idee is om mensen in groepen onder te verdelen, in voor- en tegenstanders. Omdat we weten, zodra je dat doet, krijg je een heel nieuwe dynamiek. Dan krijg je mensen die eigenlijk vooral binnen een groep willen opvallen, die eigenlijk een goed groepslid willen zijn, krijgen we ook heel snel een soort demonisering van de anderen. Dat zijn de goede en de slechte. Maar vooral, dan draait het plots over winnen. Dan gaat het niet meer over de kwaliteit van de argumenten, dat gaat erover wie kan het hardst roepen, wie heeft het meeste gelijk. Auto's verbieden? Wie zegt van kijk, we moeten die auto's gewoon verbieden? Is dat een... Nooit. Nee, niemand. Wat je kunt doen als moderator is eigenlijk eerst de meest simplistische oplossingen samen met de groep beslissen dat die eigenlijk te ver zijn. En dan moet je eigenlijk langzaam proberen om laagje naar laagje meer complexiteit in het debat te krijgen. Ja, het is onze toekomst, maar stel dat je nu daardoor nu in het heden bepaalde dingen die je leuk vindt niet meer kunt doen. Bijvoorbeeld, je mag niet meer vliegen, je mag geen vlees meer eten. Moet je toch een afweging maken tussen de maatregelen nu, die soms pijn gaan doen, en de toekomst? Eigenlijk moet je elk standpunt, ook is dat een populair standpunt waar bijna iedereen het mee eens heeft, toch nog eens even kijken van kijk, kunnen we dat niet in vraag stellen? Zijn er toch geen nadelen aan datgene wat jullie allemaal zo vanzelfsprekend vinden? Net omdat we... het is meestal ingewikkeld. Er zijn heel weinig dingen die alleen maar voordelen hebben. Vertel, waarom vind jij dat landen het recht hebben om zelf te beslissen wie ze binnenlaten en wie niet? Als ze dat doen, dat is misschien want we zijn al overbevolkt of die mensen zijn slechte mensen, of ik weet niet. Er zijn misschien redenen waarom ze dat doen. Ik vind dat het heel knap dat je dan altijd toch meestal het enigszins afwijkende standpunt durft innemen. Soms is het heel nuttig om als je iemand een standpunt inneemt dat niet door de rest van de groep gedeeld wordt, dat je zegt van kijk, ook dat standpunt, zelfs dat standpunt heeft nog zijn positieve kanten. En probeer dat dan duidelijk te maken, zodat dat er uiteindelijk meer respect is voor andersdenkenden, voor mensen die niet hetzelfde denken als jij. Wanneer we kunnen voor hen een vliegtuig voorzien, dat ze naar Azië gaan. Natuurlijk zullen er af en toe standpunten ingenomen worden waarmee de groep gaat lachen, maar probeer elke keer weer duidelijk te maken wat het doel is van een debat. Het doel is van een debat is niet oordelen over wie goed is en wie slecht. Het doel van een debat is samen proberen een oplossing te vinden voor een bestaand probleem. Want als het echt vol is, dan zijn er ook andere continenten. Eigenlijk die mindset moet je eigenlijk bij je leerlingen proberen over te brengen. Lach nooit een standpunt uit of vind geen enkel standpunt belachelijk, want weet dat er voor elk standpunt of bijna elk standpunt wel iets te zeggen valt. Ze hebben problemen, maar in de plaats van ze gewoon te zeggen welkom in ons land, moeten hun land helpen zodat hun land beter wordt en dat ze goed op hun plaats zijn. Ik was enorm blij met dit debat, net omdat er, zelfs als mensen afwijkende standpunten hebben, er naar elkaar geluisterd werd. En zodra je in die modus blijft, is dat fantastisch.